Nee, want je ziet al daar een beetje aan de zijkant, zie je al een boogie. Nee, dat is hem niet. Die loopt aan het einde dood. Oh. Let maar op. Oh, zegt hij dat? Ik ga voor de vierde. Moet je zien? Nee. Oh, maar dit is echt een sneaky race, ouwe. Kan je hem een zetje geven? Ja. Nee. De andere kant op. De verkeerde kant op, ja, dat kan. Ja. Oh. Ik kan je een setje geven. Oh, ja, daar ga je. Ja. Ja. Hey, jongens, oh, wacht, hoe ik ga zelf. Ja, nu zit ik onder je. Ik zie je. Daarna links, jongens. Rustig. Ja. Iemand is gecrashed. Ja, die denk je. Dit ziet er heel droog uit op een mapje, ouwe. Yo, ik doe mijn best. Niet te hard. Ja. Yeah, en niet te zacht. Ik ga veel te hard, ouwe. Ja, nooit. Ik heb, heb je hem al? Ja, ik had hem. Oh. Jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier samen met Liam. Hoi. Ryan. Hoi. En Mike. Yo. Hey, omdat wij op de vorige video, jongens, daar komt hij, de 10.000 duimpjes omhoog hebben gehaald, gaan we vandaag, en ik heb het jullie eigenlijk nog niet verteld, maar ik ga het nu wel doen, 3 trollraces rijden. Nee. Ja. Ik zei ik heb het expres niet, ik heb het expres niet gezegd, want ik wist dat jullie dan Teamspeak zouden verlaten. Dus ik zei het bij nog, deze. Ik zei het nog tegen je, gaan we een 3 trollraces doen? Jij zei nee, nee, daar geloof ik jou. Oh mijn god, jongen. Ik ken deze race wel ergens van, volgens mij. Ja, ik vond me ook. Maar ik weet niet meer van wat. Ja, die spoiler bij Mike ook. Ja, ja, hij heeft een custom autootje, hè, deze man. Oh, je moet er gewoon omheen, jongens. Oh, wat slecht ook. Dan gaan we. Er ligt wel lekker sneeuw op de weg, in ieder geval. Ja. Ryan, die zegt ook niet veel. Heb je er zin in, Ryan, of niet? Oh. Nee, dat is trollrace. Oh, Liam is eraf. Ja. Pas op. Voor mij moet je de andere kant zijn, want ik zie daar heel licht... Nee, wacht, ik kan er langs kijken. Wacht. Oh, ik moet helemaal opnieuw, joh. Je kan er een beetje langs kijken. Volgens mij moet je helemaal hier langs. Oh nee, ik ben respawn per ongeluk. Hier, gewoon hier, of niet? Huh? Geen idee, ben ook al. Iedereen valt er vanaf hier naast me. Uh-oh. Ik ga niet gewoon helemaal de andere kant. Dat vraag ik me ook af. Oh, jemig. Ik vergeet ik weer dat ding. Hallo. Huh? Waar moeten we dan langs, jongens? Ik zit echt gewoon in concentratie te kijken. Nee, de andere kant is het niet, hoor. Nee, die andere kant staat helemaal... Oh, wacht! Oh, sorry. Ik dacht, wacht. Oh, wacht. Nee, laat maar zitten. Okay. Dit is het ook niet. Ik dacht dat ik er daar langs kon. Zij komen daar ook vol aanrijden. Wacht, zij gaan via de rechterkant. Nee, het is de rechterkant, Liam! Wat? Bro, ik ken deze race al. Alleen... Hè? Toen we deze race al een keer hebben gedaan... Ik dacht, deze komt me bekend voor. Maar toen we deze race al een keer hadden gedaan, was het de linkerkant. Alleen nu is het dus volgens mij de rechterkant. Volgens mij is de rechterkant, hoor. Kan je... Nee, wacht. Dit is echt genaaid dan, hoor. Ik weet het niet. Is bro, het wel een kant? Ik zweer het. Deze race hebben we echt heel lang geleden al een keer gedaan. Toen was het de linkerkant en lag er geen sneeuw. En nu ligt er sneeuw en volgens mij moet je via rechts. Ja, ik heb hem. Ja, nee, nee. Dit is echt genaaid. Het is gewoon bijna precies dezelfde race. Yo, je moet er helemaal langs, volgens mij. Dit is in ieder geval, Ryan, omdat jij zo stil bent en er eigenlijk geen zin in hebt, voor hoeveel duimpjes omhoog gaan we, bro? 6. Dus bij de 6 duimpjes omhoog doen we binnenkort nog 3 trollraces. Ja. Prima. Huh? Nou, oké, okay, dat is een deal. Dan 6 duimpjes omhoog, jongens. Oh, dat doe jij niet mee, of wel? Nee. Oh. Dat is een beetje jammer. Wat is dit, joh? Is dit een onderzeeër of zo? Ja, een modded pop is het. Geen idee. Maar welke kan? Hoe ben je zijn jullie er tussen gekomen? Ding. Dit is wel heel vet. Helemaal aan de buitenkant. Huh? Ja, ik rijd het dwars doorheen. De banden scoren. Rechterkant. Hey. Oh, wat? Jongens, je... Huh? Ja, je moet... Het is niet helemaal links. Je moet over die vleugeltjes rijden. En die tweede is het ook niet, Jan. Van links. En de derde? Ja. Rijden doet het... Oh. Ik ben blij dat het de derde niet is, want Ryan was stil. Want Ryan was stil. Ja, het is de derde. Thanks, Ryan! Ja. Als Ryan stil is, dan moet je het gewoon niet vertrouwen ook. En nu? Oh nee, je moet er nog één kiezen. Ik pak helemaal links. Nee, helemaal links. Nee, helemaal links staat de prop. Ik zie hem al. Ik zag hem heel even opgloeien. Ja, wie durft het? Nee. Wie durft het, jongen? Weet je hem? Waar ben je dan? Nee, die is het niet. Nee, want je ziet al daar een beetje aan de zijkant. Zie je al een boogie. Nee, dat is hem niet. Die loopt aan het einde dood. Let maar op. Oh, zegt hij dan? Ik ga voor de vierde. Oh.
Rustig aan rijden, rustig aan rijden. Nee, het is niet de vierde, jongens. Dat even duidelijk maken. Want ik laat jullie even zien wat welke het niet is. Maar ik probeer jij de tweede. Ja, ik ben hier nu de derde voor me aan het proberen nu. Niet, hij is de tweede. Die heeft niet helemaal geprobeerd. Oh mijn god, het is sowieso helemaal de rechter. Het is sowieso helemaal de rechter. Ja, ik pak die rechter helemaal. Ja, die aan Mike, die denk ik. Want ik heb ze tot nu toe bijna allemaal geprobeerd. Nee, is het niet. Nee? Hè? Huh? Hebben we deze geprobeerd? Hebben iemand hier helemaal links geprobeerd? Heeft iemand de eerste geprobeerd? Ja, ik. Is het niet dat je er gewoon heel langs moet? Dat je gaat aan de zijkant? Ja, maar dan word ik echt helemaal gek hoor. Wacht, is het... Wacht. Volgens mij weet ik het denk ik. Wacht. Ik ga even wat proberen, ja jongens. Kan je er niet op jump? Kan je niet gewoon van de eerste jump vol eroverheen springen? Nee. Nee, oké. Ik kwam niet eens over het vlak. Nee. Hou je dat niet in? Welke is het? Nou, de rechter. Liam ging gewoon volle vaart. Ik probeer het ook gewoon. Ja, je kan het halen volgens mij hoor. Gewoon volle vaart, jongens. Daar gaan we. Stop het muurtje. Oh! Ik heb hem! Pieter! Ik heb hem! Jongens, wij zijn echt retarded. Is er geen één, hè? Het is gewoon de derde. Het is gewoon de derde. Wie heeft de derde geprobeerd? Was ik dat? Ja. Ik weet dat niet. Ja. Oh my god, het is gewoon... Ja, omdat je misschien vast zat hier. Oh jongens, hoi. Oh, er zit ook gewoon echt helemaal niks. Dit is mijn fout. Nee, er zit niks bij de derde. Dus ik heb volgens mij had ik niet geprobeerd. Wat is dit? Ik ben aan het glijden, Nee! Nee! Mike. Yo, ik sta... Oh! Ik sta weer! Ik ga weer vriezen. Kom draaien, hè. Oké, ik pak de derde. Oh. Pak de tweede. Nee! Wat? Het is niet de derde! Ik herhaal, het is niet de derde. Dus is de vierde? Even kijken. Tweede, vierde, jongens. Hè? Helemaal rechts. Ja, voor mij is de vierde. Tweede, jongens. Oh, dat ik respawn, dat ik op de platform kom. Leed helemaal. Huh? De tweede, jongens. Ja, ik wil net zeggen, het is ook niet de vierde hoor, daar staat ook iets voor, ja! Ja, maar ik wil even op het platform liggen, eventjes. Ja, ik niet! Maar op een of andere manier geloof ik Ryan niet echt. Oh ja, oké, thanks Ryan. Thanks. Ik weet niet, ik geloof Ryan gewoon helemaal zo. Ik dacht, wie gaat helemaal rechts? Is die hem, Liam? Nee, Liam, die is het niet. Ik ga helemaal niks proberen. Jawel, daar ga je, Mike, daar ga je. Daar gaat hij hoor. Valt hij naar beneden? Dat is hem niet, hè? Ik zit er wel op. Doei. Het is de derde, of ja, het is de tweede eigenlijk. Tweede van links is het, Jan. Maar jullie zitten hem gewoon allemaal te cheaten, hè? Want Liam heeft hem ook gewoon al namelijk. Dit is iets volgens mij heeft Ryan hem ook al, of niet Ryan? Nee. Oh, ik ga ernaast. Oh. Liam. Hé, Mike, we moeten doorrijden, want ze gaan ons naaien namelijk. Ik hoor het nu al, ze gaan ons naaien, bro. Wacht, Sprite plus piswasser is cola. Plus cola, dat is 3. Hey Ryan, jammer jongen. Ik zie je al. En nu? Jullie zijn te laat. Oh, wat? Niemand heeft dat gezien! Jullie proberen zonder ons door te rijden, hè? Ik heb jullie wel door. Ja. Vies rikjes. Nou, deze stel... Nee, jullie weten nog helemaal niet welke het is ook. Maar jongens, er staat een som boven, hè? Maar wat... Dat is toch helemaal geen som? Dat zijn 3 plikjes. Mike. Nee, ze hebben hem. Liam, ze hebben hem. Dan moet je er niet gewoon langs springen. Ik kan niet. Oh my god, jullie zijn echt vieserik. Je moet er geen 1 pakken, Lee. Je moet er gewoon langs springen, ouwe. Dit is echt vies, joh. Die som die staat er ook voor helemaal niks, hè. Volgens mij helemaal rechts, ja. Of niet, dat is hem niet, hè. Ja, maar wat moet je bij die... Oh, hier. Jan rijdt er met geluk doorheen. Wacht, waar ben jij nou? Waar is Liam? Wacht. De eerste is rechts er langs, volgens mij. Ja. Ik heb een probleem. Oh. Zal deze niet gewoon links zijn, Ryan, als de eerste rechts was? Nee, links is het ook niet zo te zien. Rechts is het ook niet zo te zien. Ik wacht even tot jullie hem hebben ontrafeld, ja, jongens. Het draait alleen maar om de finish. Daar, we hoeven letterlijk nog maar 1 checkpoint. Na deze is de finisher. Jongens, wat is die eerste? Rechts. Maar dat lukt niet. Jawel, helemaal rechts erlangs. En wat is dan hier, hoor? Huh? Rechts langs het randje. Nee, rechts langs het randje, hè? Over het randje. Oh, wauw. Je ging er sowieso dwars door het midden, of niet? Door die koepel. Ja. Ja, dat dacht ik al.
Ik wacht even tot een van jullie hem heeft. Go, 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 go. Go, 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 go. Wat een fit. Oh, we moeten er nog een. Oh, serieus. Oh. Oké, okay, dit is weer echt een anticlimax, dit. En dan? Yo. Nee, het is niet links, jongens. Iedereen probeert toch gewoon maar wat, hè. En hier is het. Denk die. Ja! Linkerkant aanhouden, linkerkant aanhouden. Doei jongens, ik zie de finish op mijn mappie. Ik ga sowieso genaaid, ik weet het gewoon nu al. Please laat het gewoon delen. Please laat me in één keer de goeie hebben, kom op. Please laat, degene die nu de goeie kiest, die is eerste, jongen. Nee, ik heb de verkeerde. Rijden met de baan. Nooit, nee, wacht. Ik... Nee, sowieso okay. Even rijden. Wie heeft hem? Wie heeft hem, jongens? Het is niet links. Ik ben toch wie hem eerste gaat worden. Wacht, welk? Ja, ik heb hem. Welk is het? Welk is het? Welk is het? Twee. Go, 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 go. Nee. Go, 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 go. Want iemand gaat het DNF halen, hoor. Nee. Ja, Liam is er ook vanaf. Go, 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 go. Welke was het? Twee, hè? Deze is eigenlijk te trollen, hè? Nee, hij is toch gefinished? Hij staat bij de finish. Hij staat bij de finish, ja. Go, Mike, door de finish heen, bro. Jij vindt ze trollend! Wat? Ja, zie je, ik wist het. Bro, huh? Nee, Mike. Jan. Mike, welke is het? Huh? Hij zit te lachen nu. Jan, kom hier. Ja, Jan, kom, Jan. Go, 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 heeft hem ook volgens mij. Nee, ik heb hem. Nee. Hij zegt ook helemaal niks, hè, die vis. Nee, meen je niet. Dus het enige van deze race is dat niet meer weet. Je kent deze race al! Ken je deze race al? Ja, die had ik al eens gedaan. Oh, wat is dit hier? En dan heeft hij nog een DNF! Die had ik al eens gedaan. Echt? Ja. Oh mijn god, en nog heb je DNF? Ja bro, wist je niet, het was niet opvallend. Ik had alles in één keer daar in het midden. Echt? Daarom ging ik jou achterna. Oh, ik wist het niet. Daarom lag je ook heel het eerste, of niet? Ja, maar dat is echt 3 maanden geleden. Oh mijn god, ouwe. Maar alsnog heb je DNF. Ja. Daarom was je ook zo stil, hè, jij vieze Rick. Ja. Oh, ik dacht dat er klopt iets niet, maar ik kende de race al. Nou ja, in ieder geval, dat was de eerste trollrace. We gaan door naar de tweede. Volgende trollrace gaat ook van start. En deze race... Zit iets in mijn oog, jongens. Wacht even. Zo, deze race kent hopelijk niemand. Dan gaan we. We worden sowieso meteen getrold. Ja, dat was ook wel te verwachten, dit, hè. Wat is dit dan, jongens? Kent iemand deze race? Even meteen duidelijk maken. Nee. Nee? Oké. Nou, dan zijn de... Dan is het eerlijk... Ja, ik wou het ook doen, Ryan. Dan is het eerlijk verdeeld nu. Wat zit er... Maar wacht, waar zit het? Hij weet hem sowieso. Nee, Ryan, ken je deze? Hij heeft hem gereest. Ryan, hij gaf ook geen antwoord. Hij kent hem. Nee, ken je deze, Ryan? Nee. Oh. Weet je het zeker? Jawel, want je kijkt, je weet precies wat je moet doen, bro. Jongens, nee! Volg Ryan! Ryan weet dan wat hij moet doen! Hoezo ken je deze race? Nee, ik ken deze race niet. Jawel! Nou, misschien heb ik er een klein... Ja, een klein beetje. Ken ik hem een klein beetje. Hoezo, yeah, hoe kan je nou een klein beetje kennen? Of je kent hem helemaal, ja, of je kent ja, hem ja, niet? Ja, hey. Hij kent hem hoor. Liam, we gaan gewoon voor een finish. Hij heeft net een DNF gehaald bij een race die hij ook al kent. Maar dit is niet te halen. Jawel, oh, je moet in die rode buis springen. Gewoon Ryan nadoen. Huh? Nee, dit haal je inderdaad niet. Ryan, je zit ons in de maling te nemen. Nee. Hij zit... Je kent deze helemaal niet, of wel? Nee, dat zei ik toch. Ik geloof je, maar ik geloof je ook gewoon niet. Ik kan er niks aan doen. Waar zit de checkpoint? Ja. Boven? Nee, maar wacht. Wacht, oké. Oh, die zit helemaal bovenop de Ryan, dit is onder 8. Ja? Ken je deze race of niet? Nee. Nou, hij zit gewoon te trollen, jongen, die gast. Wat hem. Het is een trollrace. Oh, ja, nee, daarom. Ik moest het wel even goed vragen, hè. Ik denk eigenlijk dat je zo moet rijden, jongens. Of niet? Nee, dit staat ook helemaal. Je hebt ook nog regen. Er staat ook regen nog aan. Dat is nog op. Maar waar zit sowieso die checkpoint? Dus ik zie hem nog hij zit, niet. Hij zit op die rode buis. Op die rode buis zit hij. Dus... Oh ja. Moet er naar de gele buis. We moeten... In die gele buis, ja. Want dan kan je in die rode springen. Kan je niet via beneden gewoon iets doen? La 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 la. Wacht. Ryan heeft hem volgens mij. La 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 la. Ja, hoe draait die gast nou weer dan? Wat is die allemaal? Ik
zit in de buis. Hoe kom je in die buis? Nou, ik wil het alleen aan jou vertellen. Oh, ja. Nou, zullen we even naar een privékamer gaan dan? poke draaien. Nee, dat gaan we dit gewoon niet doen. We gaan elkaar echt naaien gewoon vandaag. Hier met hem ook, nee, maar dit is niet meer. Jullie zitten daar alle. Oh, jullie rijden. Hoe rijden jullie daar om? Hoi. Ik kan het bijna. Jullie springen op die buis of zo, jullie. Weet je, oh, ik val er zelf. Die springen via de zijkant daar erin, of niet? Nee, zou ik het zeggen? Ik zag hem ook al. Nee, want iemand heeft me een poog gestuurd, of niet? Ryan, en nu? Wacht, Ryan heeft mij gestuurd wat je moet doen. Ben jij toch mij? Wacht, ik ben hier weer. Ja, je bent bij mij, hoi. Jan. Ik heb hem. Wat? Wat? Waar ben moet je daar de... Jan, volg me. Moet je hier naar beneden? Ja, iedereen weet hem al. Jij stuurde heel sneaky. Hier wou ik al naartoe, nooit. Nee, maar respawn even. Oh. Het gaat echt leven. We zijn al 3 minuten bezig. We kunnen niet eens 1 checkpoint halen, ja? Ik zit hier vast. Oh. Hier. Moet je serieus achteruit? Maar heb jij hem al, Mike? Want Mike is ook heel stil, hoor. Ik heb hem niet. Ik zit te kijken hoe Ryan nou weer heeft. Tweede checkpoint. Hoppatee. Oh, Liam heeft hem al. Oh, dit is echt... Ik val er vanaf of niet? Val ik? Oh my god. Dit is echt... Hoe komen jullie hierop dat je hier naartoe moet dan? Ja, slim niet. Kijk uit hoor, Mike. Mike rolt er vanaf. Oh, ja, terugdraaien. Ja. Nou, ik moet jullie dit wel geven als jullie dit hebben gevonden, jongens. Eerlijk is eerlijk. Eerde checkpoint. Hoe vind je dit, joh? Nee, Liam die rijdt door. Ja, dat zegt ook niks, hè? Oh, we zijn zo niet aardig voor elkaar, hoor. Ja, maar nu moet ik hier nog op zin te komen. Oh, rem. Oh, joh. Nee, ik ga eroverheen. We moeten ze op die rode buis, toch? Ja, maar de checkpoint zit helemaal bovenop. Maar kan je niet in de buis en een looping maken, gewoon? Ja. Doe dat gewoon. In die buizen dan een looping maken. Dus denk ik dit wordt erop, nog hoor. Leuk. Ja, misschien is het wel het handigste, want dat denk ik. Ik lig erop hoor. Gewoon heel rustig naar boven rijden. Ja, je hebt hem, Ryan. Van die buizen. In... Ja, nee, ik heb hem niet. Nee, maar ik bedoel gewoon een rondje erin draaien. Wat is dit? Oh, ik ben helemaal bovenop gegaan. Jullie halen hem via in die buis. Ja. Wat is dit nou weer dan? En nu gewoon naar beneden. Ik toch? Heb hem nog niet, hè? Waar zit de volgende checkpoint? Bro. Oh, we moeten weer terug. Terug door die buis. Oh, nee, ik rol er vanaf. Oh, er komt een hele... Oh, ik weer een DNF kijk. Ik vind hier alles. Ja. Ja, je doet het wel goed rijden, de eerste checkpoint vinden. En Liam die rijdt gewoon rustig verder, hè. Die zit helemaal zichzelf te lachen, nu die helemaal blij. Ja, je bent echt, je helpt dan. Wacht maar, wij helpen elkaar, jongens. Liam is de ijzelganger van vandaag. Ja, zo. Nee, ijzelganger zijn hoeft niet iets ergs te zijn, hè. Oh, jee. Hoi, Ryan. Wat? Welke kant moet ik nu op? Ja, ik rijd volgens mij ook helemaal verkeerd. Ik rijd gewoon dwars die buis door. Ik lig nu in een paarse blauwe buis en een gele buis. En... Oh, er rijdt volgens mij ook iemand naast me. Oh, hoi. Hoi. Ik heb geen idee. Hier was ik nou net. Echt? Oh ja, hier moeten we nu zijn. Oh, nu sowieso op dat randje landen. Ik doe het even voorzichtig. Oké. Volgende checkpoint. In die rode buis. Of niet? Of nee, hij zit beneden. Hij zit helemaal beneden volgens mij. Kijken. Want Liam is daar ook. Ja, daar ook. Ik kom hier niet weg. Ja, jammer jongen. Zit hij zo sneaky te doen en we zijn bij je hoor. Hallo. Hey jongens, hallo, ik heb Liam. Nodig. Ja, dan heb je pech jongen. Wacht even op mee. Hoi. Ik heb hem. Yeah. Oh, je hebt hem zelf ook al. Hey. Ik had hem in 1 keer, Liam. Hoe lang zit je hier al vast, bro? Je zit hier al even vast, hè. Sowieso, ja. Waar zit de checkpoint? Hij zit even in de buis. Je moet die buizen volgen, Ryan. Wow. Ik ga gewoon die halve looping doen. Je moet gewoon wat dingen proberen hierin. Oh, ik ben weer terug. Hoi. Maar vanaf hier weet ik niet meer. Wij zijn er nu ook. Hey. Moet je niet gewoon ergens door de muur heen of achter? Ja, of een sneaky hoekje ergens. Ja, daarom, bij die... Wacht, ik hoorde Liam... Hij zit ertussen. Zit er hier? Oh my god. Nee! ik zie waar hij zit. Oh, ik zie hem! Nee! Moet je serieus? Nee. Oh, maar dit is echt een sneaky race, ouwe. Kan je hem een zetje geven? Ja. Nee. De andere kant op! De verkeerde kant op, ja, dat kan! Ryan, ben je ook al in het gat of niet? Ik val gewoon weer terug, joh. Idee. Ben je in die kubus, zeg maar? Nee, ik zit in een box. Ja, dan moet je helemaal naar beneden. Gewoon hard in. Naar die stopborden zeker. Gewoon vol gas gaan, Jan. Ja, bij die stopborden.
En dan ben je als het goed is bij ons en dan zijn we allemaal bij elkaar. Niet. Nee, ik haal hem ook niet. Ik moet even dit. Dit heeft precisie nodig. Ik heb speciaal gas nou. Ja, speciaal gas. Waar zit die checkpoint? Hallo? Oh, ik heb hem! En nu? Ja, moet je gewoon naar buiten rijden gewoon. Oh, ik was bang dat ik dan naar beneden spring en dan nog niet heb. Als je hem hebt gehaald, moet je volle vaart weer doorrijden. Anders ga je te langzaam naar voren. Heb ik een checkpoint vergeten? Ah, nee. Toch, Mike? Ja, gewoon nu. Nee, was dat je daar eigenlijk moeilijk gewoon volle vaart. Ja, ik haal het niet. Voor mij kan je hier naar beneden. Ik heb het vermoeden. Nee. Oh. Nee, dit is een troll dit. Ja, hier, helemaal op het randje waar ik stond. Oh ja, hier. Dan moet je volgens mij zo ik rijden, of niet? Ja. Oh. Want ik kan je een setje geven. Oh, daar ga je. Ja. Hey, jongens, ik ga zelf. Ja, nu zit ik onder je! Geef even een setje, jongen! Sowieso, dit is het ook niet hoor, wat we doen. Maar. Oh, ik heb hem. Ga je even van me af of niet? Nee. Ik weet dat het wel leuk is zo, maar. Oh, ik wel, nee, hier kom je nooit in hoor. Ja. Moet je niet gewoon. Blijf zitten. Sowieso, dit... Wacht, geef even een klein setje, gewoon een heel zachtjes. Dit is het hoe dan ook niet, maar. Nee, hier kom je niet tussendoor, kijk maar. Oh, althans. Ik zie helemaal niks meer, maar. Even wachten, Jan blijft nog even zitten. Oh. Ik kan het weer een beetje zien, ja. Oh. Oh. Nee, ik kom hier nooit tussendoor, man. Dit is hem niet in ieder geval. Oh, hé, maar wie stond er net bij ons? Er stond... Oh, Ryan is hier ook al, joh. Of iemand. Hij, iemand is, ook is, weer, hij is ook weer helemaal ja, stil. Ja, hij zegt ook niks, hij is hè. Hij is wat? Ja. Nu heb ik echt het vermoeden dat hij wel deze race al kende. Oh. Nee. Maar ik ga je ook nooit meer geloven, Rai. Nee, ik ken dit niet. Ik ben gewoon nee. Hij is gewoon gefinished, hè? Hij is gewoon gefinished zonder iets te zeggen. Hoe kom je daar beneden? Nee, ik heb het al. Oh, ja. Die rode buis, Liam. Buis? Ja, aan de andere die buisland aan de zijkant. Kijk waar ik op de map sta. Zie je op een gegeven moment buis, moet je er bovenop komen. Hij is gewoon doorgereden, sneaky best. Ja, ik ga ook maar even doorrijden voordat ik een DNF heb. Ja, ik ook voordat ik een DNF heb, want als ik zo meteen een foutje maak, dan heb ik hem weer te pakken. Hé, Mike en Jan, je moet nu omkeren. Op het einde van de beest moet je omkeren. Ja, denk je dat? Ik geloof jou echt niet hoor. Denk jij dat ik jou nog ga geloven, Ryan? Nee, want ik ga jou niet meer geloven, jongen. Het spijt me zeer hoor. Dank je wel. Ik heb jou weer een bericht gestuurd. Oh. Ryan! Nee. Weet je wat Ryan naar me toe stuurt? Breng ze gewoon doorrijden. Zo. Ben je aardig voor ons? Ryan. Hey Ryan, Liam heeft toch een DNF, dus het is gelukt. De halfplan is gelukt. Oh, hij reed gewoon door ook, jongen. Ja, het ging bijna goed, Ryan. Ik dacht, wie stuurt me nou weer een berichtje? Weet je wat er is? Nee. Oké. Ben je meebreken? Okay. We zijn niet meer echt een team met elkaar. Nee. Maar, we hebben nog wel één race te gaan. Ja. Dus misschien herpakken we onszelf dan en misschien nijden we elkaar. Maar we gaan het zien. Dus op naar de laatste race. De laatste race gaat van start. En natuurlijk is het een trollrace. En deze race is gemaakt door Jorien. Speciaal voor ons. Dus ik ben benieuwd. Hij zegt er wel bij. Neem een T20. Want het is mijn eerste race die ik maak. En als laatste abonneer op mijn kanaal. Jorien Games. Kijk, ik rij al meteen verkeerd. Want ik zit de beschrijving te lezen. Doei. Hey, thanks Jorien voor het maken van de race, jongen. Hij heeft speciaal ook aan jou gedacht, Ryan. Voor een trollrace. Ja, Mike. Ja. Weet je niet hierin? Dit is een troep. Ik ben benieuwd. Dat vind ik wel. Kijk wat dit is. Oh, wat is dit nou weer? Waar zit die checkpoint überhaupt? Die checkpoint zit gewoon op het dak. We moeten sowieso de parkeergarage in hoor. Oh, sorry mevrouw. Jongens, volg Ryan, want Ryan kent ze allemaal, jongen. Wegwezen. Bro! Nee, ik ken deze race niet. Nee? Nee? Weet je het zeker, Ryan? Ja, ik vind het zeker wel oké. Oké. Maar volgens mij rijden we wel goed, want we zitten nu wel binnen namelijk. En Liam en Stel, hij zit ook te lachen. Ja, iemand rijdt helemaal over die plaza heen ook. Maar dat is het sowieso ook niet hoor. Want we moeten naar boven, hè. Die checkpoint zit op een dak. Ik sta er. Dit is het ook niet hoor. Dit is het ook niet. Ja, zit hij te lachen, joh. Ik denk dat we moeten... Heb iemand een parkeergarage geprobeerd? Bro. Ik sta op het dak, maar het lukt niet. Oh, wat? Er zit hier gewoon een halve looping. Ja. Wat zijn we allemaal aan het doen? Er zit hier gewoon een halve looping. Ja, maar daar kan je niet opkomen, volgens mij. Jawel, dan kan je gewoon op het dak komen. Ik ben nu op het dak. Maar kan je er verder? Volgens mij niet, hoor. En dan moet je volgens mij via deze stukjes waar ik op rij, moet je doorrijden of zo.
Hé, hey, maar hoe ga je naar de andere kant? Ja, dat ben ik nu aan het kijken. Oh. Kan je niet jumpen? Oh, er zit nog een halve looping daar in de verte. Hé, hey, hier stond ik net. Hé! Hey. Ik was gewoon in de garage. Of was je via de garage gegaan, jij? Ja, maar ik wist niet waar ik... Maar, nee, je moet die andere halve looping pakken daar. Maar dan moeten we wel kijken hoe we daar komen, zie je hem? Nee, niet. Nee, niet. Die moeten die andere halve... Ik denk dat je hier gewoon zo omheen moet rijden dan. Nou, het is de eerste race, maar het is wel meteen een goeie zo... ja, zeker. Strolletjes. Ik heb er niks van. Hij weet hoe het moet. Ik denk serieus, wie is er daar helemaal omgereden? Want ik ga het zelf doen. Ja, dat ben ik. Maar ik zie nergens iets. Jawel, jawel. Waar jij nu bent, staat die halve looping. Oh, ja. Ik zie hem nu hier. Oh, hij heeft hem weer, hoor. Ik heb hem. Dankjewel. Dat is hem, hè? Ja, ik zit hier helemaal goed te kijken. Je moet helemaal omrijden. Verder, Jan. Helemaal verder nog. Oh, hier. Oh, hier onderdoor zeker. Nee, nee. Nee, je moet wacht even. Eén afslag verder. Of ja, nu naar links daar. Zometeen eentje verder. Je ziet daar een heel smal straatje op de map. Go, voordat de rest er is. Hey, Jan. Hey! Hey, iemand pakt ook dat. Wie pakt dat steegje? Wie pakt dat steegje? Die pakt ik net ook en dan loopt dood, hè? Ja! Ik begreep er helemaal niks van. Ik reed net ook dat steegje in, hè? Ik dacht dat te volgen. Waar moet ik heen? Lekker bezig. Kom teamen, ik heb de checkpoint, doei! Doe dat ook, kies! Oh, er staat hier gewoon een grote pijl. Of is dat? Er staat een volgende pijl waarschijnlijk. Oh. Ik heb geen pijl gezien. Ik ook niet. Ja, maar waar moet ik heen? Hey jongens, see you later, hè? Hey, nee, even zo'n grap. Oh, Liam heeft hem, ik wou het net gaan zeggen. Ja, Liam, waar? Het is voor de pijlen. Niet te hard rijden hier, want we moeten meteen weer omdraaien. Oh, ik heb verkeerd, denk ik. Niet te hard rijden, komt hij aan, joh. Volle vaart ook gewoon, hè? Geen probleem. Ik denk, kom even stunten. Ja, nee, dat mag wel, ik vind het wel leuk. Wacht, ik ga hier meters lucht in. Ja, dat had ik ook. Maar waar moet ik heen? Ik heb geen idee of we goed rijden. Oh my god. Ik ga op alles vol gas, hoor. Hè? Dit is geen stunt race, zeg maar. Nee, jammer. Ja, ik... Wacht, ik kijk even op mijn mappie. Wacht, geef me één moment. Het is... Iemand... Huh, waar rijden jullie? Nee. Iemand heeft hem al, volgens mij, hoor. Ik ben gerespawned. Wie is dit? Waar ben jij? Ik weet het niet, ergens op een dak. Je moet omrijden, jongens, bij de steegje waar je net was. Oh, ik zie wel een ramp hier. Waar? Oh, de Riem heeft het, denk ik. Maar ik zie ook een... Nou. En dat heeft ook boys. Wat zou je zeggen? Laat maar. Bewegend? Een blauwe muur. Oh, een blauw. Nee, je moet omrijden. Ja, hoe rij je nu rijdt? Door? Nee, door! Rijden! Jongens, ik wil toch wie doet in het water? Nee! Nee! Maar ik heb in het water geduwd! Yo, ik dacht, wat gebeurt er op de achtergrond? Ik zat op de map te kijken, hè. Ik wil jullie helpen, jongens. Maar jullie luisteren niet, hè? Kom op, even luisteren nou, hè! Oh, Rijn is er al. Is dat hier? Nee, Rijn volgt mij. Oh mijn god, Rijn rijdt naar ons toe. Kom eens. Wacht, nee. Ik ben toch dood? Volg... Liam, rijd nou die weg af, ouwe! Rijs, volgens mij heb ik de legitte manier. Oh, nee. Nee, wij hebben de legitte manier. Niet tegen Liam, Mike. Ja, Liam, volg hun, anders heb je hem niet. Oké, kom eraan. Ik kijk alles op live op mijn mapje mee. Ik zie je. Daar naar links, jongens. Rustig. Ja. Iemand is gecrashed. Ja, die denk je. Dit ziet er heel droog uit op het mapje, ouwe. Ga nu weer naar links. Ja, goed zo, jongens. Ryan! Gaat goed, ja. Gaat lekker, ja. En dan hier erin. Niet doen! Zit op de beuk. Ik kan het ook gewoon op dat mapje meekijken, dat vind ik wel mooi, jongen. En dan hier waren we net jongens. Ook. Ja, linksaf. Ja, maar dan waren jullie gewoon goed gereden! Nee! En dan linksaf. Hij zegt, dan waren we net ook! Linksaf? En dan gewoon rechtdoor. Ja, rechtdoor. Rechtdoor en dan naar rechts en dan weer naar links. Ja, rechts, ja. En dan daar door en naar links. Iemand rijdt er langs. Ik kan het op dat mapje meekijken. Dit is zo droog, jongen. Ja, goed zo, jongens. Applausje voor jezelf allemaal. Mike, even doorrijden. Ja, kom. Ja, kom eraan. Go. Hey, ik heb hem. Ryan. Nou, T20 werkt wel mee. Nee, natuurlijk niet. Kom even helpen. Oh. Yo, thanks. Nou, ik ben er nu wel op. Dankjewel. Ja? Ja, ik heb hem. Hoi. Is er een
kapot dit? Moet je die stun niet gewoon pakken? Waar zit de checkpoint? Gewoon aan de andere kant. Oei, ik denk dat ik gewoon om moet draaien. Ik dacht eigenlijk, misschien kan je er precies tussendoor of zo, maar dat was hem niet. Jongens, hebben jullie hem nou gehaald? Ik ging hier ernaast. Ja. Nee. Ik heb nu schuin geprobeerd die rem te pakken. Misschien kan ik hier eruit. Niet meer, reeds verkeerd. Oh. Nee, ik moest die op de brug pakken. Nee, ik kom hier niet uit. Ja, ik moet dit pad pakken misschien. Ja, je kan, dan komt er hier wel uit, let op. Kijk, komt er hier niet uit, nee. Maar dan komen ze aan hoor, die anderen. Nou, we gaan het hebben over de toeristische route. Ja, geen idee of die zo moet, maar we doen maar gewoon. Ja, waarom moet je die sprong nemen? De sprong rechts van het muurtje hebben wij gepakt. Maar volgens mij rijden wij rijden helemaal om nu, ouwe. Nu gaan we weer naar rechts, hè? Ja, gewoon een rondje rijden. Ja, wij hebben hem. Ah, lantaarnpaal. Hoppa. Ik heb zo'n gevoel dat ik het misschien ook wel precies tussendoor dat gat kon, maar... Ja, het is een trollrace, dus ik ga het niet proberen ook. Nee. Oh, we moeten naar boven. Dat kan niet hier. Kan ook niet. Oh, hier. Dat is sowieso, want... Rijn, hoe ben je eruit gekomen? Goed rijden. Ja, of dit is gewoon een dikke troll is dit gewoon. Nee, want nu het strand op en dan kunnen we aan de andere kant het trappetje pakken, toch? Rijn. Ja, dat kan. Dat kan! Nou, dat weten we nog niet of het kan. Nou, ik ga gewoon dat pier oprijden. Nee, dat kan. Ik heb gewoon een trap waar ik mee bezig ben. Nee, huh? Jullie rijden nu helemaal om, ik heb hem al. Ik zit vast. Ja, je moet gewoon precies die route nemen, alleen anders moet je namelijk helemaal omrijden. Ik rijd nu gewoon het trappetje op. En dan, wat dan? Dat is nog een betere vraag, denk ik. Wat? Dit loopt hier allemaal dood. Ja, ik haal hem niet. Mike, heb je een checkpoint al? Nee, ik heb nog niet. Oh, waarom heb ik dit gedaan? Hier ga ik nooit meer uitkomen. Oh. Maar ik weet wel de manier. Ga het strand op, Ryan. Oh. Je moet onder de pier door. Bij al die palen. Oh. Bij die houten palen, jongens. Alleen, nu zit ik vol. Hey, Jori, je kan wel races maken voor je eerste race, ouwe. Hij heeft gewoon alles afgesloten hier. Kom maar hier zo, denk ik. We moeten gewoon onder die palen door en dan aan de linkerkant er weer uit, jongens. Maar wij gaan door dat hele paal, we gaan door het hele dolf hierheen. Yo, moet je hier komen dan? Liam, waar ben jij in de race? Bijna bij het strand. Oh ja, nou je weet wat je moet doen daar. Ja, maar ik kan hier ik heb even een error. Oh, ik heb hem. Je had een error. Kan gebeuren toch? Je liep even vast, hè? Moest even opnieuw opstarten. Ja. Jan had ook die rechts hier gehaald, volgens mij. Ik heb hem, jongens! Doei! Je moet tussen al die kassaatjes door. Ik heb eigenlijk geen idee wat het zijn, maar... En ik volg nu de pijlen en dan hoop ik dat die pijlen kloppen in het rol. Dat is nooit verstandig. Volg de pijlen. Ik ga hier naar links, want ik vertrouw die pijlen ook niet. Oh, mis die rem. Hop. Moet je die rems in het water pakken? Ja, pakken. Ja. Oeh. Dit staat afgesloten. Oh nee. Liam, ga je DNF krijgen? Ja, nee, hij is bij jullie, dus het valt wel mee. Maar ik weet niet waar ik dan heen moet. Dan de pier op. Oh, hier rijdt ook al iemand bij me. Hoi. Hoi. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Nou, ik wil die als rem gebruiken. Ja, te laat. De checkpoint zit op een dak namelijk, maar hoe gaan we op het dak komen? Oh, die heb ik daarnet al gevonden, die rem. Hey, Liam, wij weten die, hè? Wacht, ze zeggen even het over een ramp, Mike. Ja. Ik zat al iets te kijken al. Hey, Liam, wacht, ik zie volgens mij dat hij zit. Ja. Volg die weg. Ja, weet ik. Ik heb hem hier volgens mij, ja. Ja, daar staat iets. Ik zag iets roods naar. Ja, Ryan zit hier ook rondes. Wegwezen, Ryan. Het is wel slim dat hij alles met rood op aangeeft. Dan kan je gewoon een rood stukje zoeken en dan heb je hem wel. Kom er ook aan. Nee, Ryan, wegwezen. Hoi, jongens. Oh, ik mag beuken. Ja, ik beuk hem net ook al. Iedereen hier bij die bank is ook, jongen. Ik haal hem niet, ik ga te sloom, nee! Ja, kom op even naar binnen. Nee. Ik ga de verkeerde kant op! Ik ga te snel. Ik sta op een balkon, ouwe, serieus! Ik moet helemaal opnieuw. Ik ging te ver naar rechts en ik ging te hard. Ik kom er weer aan. Oh, ik val helemaal op de pier! Ja, ik ben tweede gewoon. Yo! We moeten zo ver rijden ook, jongen, dit is niet normaal. Oei. Nee, iedereen is hier of niet? Of wat? Nee, iedereen is hier. Nee, ik ben. Nee, want Ryan die heeft hem al. Ja, Ryan heeft hem al. Oh,
Oh, ik rijd verkeerd ook. Volgens mij kan je hem niet via daar. We moeten volgens mij helemaal omheen. Maar Rijn is net op een andere manier naartoe gekomen. Ja, ik weet wel precies wel, denk wel de manier hoe die er is gereden. Nou, ik rijd gewoon zo weer. Dan weet ik tenminste dat ik het echt haal. Ja. En Liam die rijdt volgens mij gewoon achter ons aan. Nee, hij wordt weer eerste hoor. Nee! Waarom helpen we die gast ook? Waarom helpen wij hem, jongen? Wat gebeurt er als je een trollrace doet? Ja, neem je alles ook mee. Ja joh, dan zit je helemaal niet te concentreren op die bochten en alles, dan ga je gewoon. Come on! Oké, nu wel rechterop. Ah, oh, net te laat. Oh, jammer. Nou, beuken hè jij, Vieserik. Ja. Rij die is al bij de finish hoor. Ik hoor hem praten hè. Ik sta weer op een balkonnetje. Serieus, dan kan ik toch niet af! Doe dan aan een hekkie of zo, dan kan ik gewoon afrijden. Ja, ik heb en ik sta in iemands achtertuin. Ik zie de finish op een mappie! Ja, oh. Jan, hier. Volg me. Je moet eerst dat dak op afkomen. Ja. Volg me. Je bent aan een heel andere kant van de map, Ryan. Volg me. Ik moet eerst even een stukje rijden, dan kan ik je volgen. Ik zit er vast in een boom. Echt. Oh, ik ga veel te hard. Waar ben je, Jan? Kom, snel. Ik kom eraan. Hij wil vandaag echt iedereen naaien, jongen, deze man. Hier reed verkeerd. Nee, hoezo rijd ik verkeerd? Ja, reed gewoon door, reed door. Oké. We zijn vervelend, Liam. Ik kom naar jou toe. Ja, oh, ik word er gek hiervan. Rij wil iedereen naar je vandaag, maar doe lekker mee hoor, doei! Nee, ik ga het DNF halen hoor, wegwezen. Oh, ik weet niet hoe hard we moeten, ga gewoon. Ja, gewoon volle gas. Gewoon gaan. En zorg dat je in de checkpoint landt. Yo, ik doe mijn best. Niet te hard. Ja, yeah, en niet te zacht. Ik ga veel te hard houden. Ja, nooit! Heb je hem al? Ja. Oh. Ik sta weer in een tuintje! Nee, nu moet ik weer respawnen! Ik kom elke keer op een balkonnetje in een tuintje! Ik kom achter de hekjes! Ja, ik ga de finish zoeken. Oh. Ik moet weer helemaal vanaf de vier. Moet je... Dat had ik net ook! Nee, maar nu ik weet niet al wat... Nee, oh my god, ik vlieg zo ver door, jongen. Ja, dat had ik ook! Oh my god, ik zit vast! Dat had ik ook! Dan moet ik dat hele stuk weer opnieuw! En Ryan die is al bij de finish, hè? Die ja, Jan, hier is de finish, kom. Ja, kom, ik moet eerst die checkpoint halen, bro! Hey Liam! Hey! Liam moet die andere checkpoint nog halen! Ja, ik ging veel te zacht. Oh, wat een race is dit, joh! Heb jij hem al? Nee, ik ben nog aan het rijden, vriend! Oké, nu moet ik wel de goede snelheid gaan. Wat is de goede snelheid? Oh, hij is gefinished. Ik ga gewoon op deze pijlen, denk ik. Vanaf hier. Ik probeer het vanaf hier, Mike. Ik probeer het dus. Niet te hard. Niet te zacht. Precies op de check. Ik ga te hard. Maar als ik op de andere dak kan komen, kan ik terugrijden. Blijf staan! Hier moet ik je helpen. Oh! Volgens mij weet hij wel wat hij moet doen, maar hij moet wel de sprong goed. Deze race is niet alleen een trollrace, maar je moet ook nog precies de juiste snelheid. Reed door, richting finish. Ja, hij is echt een viezerik, deze man. Ik ben achter Jan aan hoor. Ja, hier rechtdoor. Nee, links. Ja, hier naar rechts. Ja, hier. En nu naar rechts. Ik snap er niks van. Stinkdieren. Ja. Nee, dit is het niet, hè? Jawel. Nee, dit is het, jawel, dit is het niet, Mike. Ja, nu is Mike 2. Oh my god. Nee. Ja, die mensen. Mike, ga erop. Oh, dat is het wel! Ik ga op een dak. Oh, ik dacht, hij trompt nog dat je die rem moet pakken, jongen. Oh, wat een aflevering was dit ook weer, hè? Oi. Nou, Liam die rijdt rustig verder. Oh my god, ik bedoel... Mike heeft hem niet! Mike had die DNF. Mike, wat doe je? Ja, ik krijg een randje van die... wat is het? Van die stroompaal! Riet bro, jij hebt een DNF! Nee, waarom heb je die nog een keer geprobeerd? Je hoeft alleen maar naar boven! Je hoeft niet eens te landen. Je moet gewoon sprong nemen. Ja, dat doe ik, maar... Ik krijg in één keer een randje daar, ik weet niet. Ja, maar dan blijf je toch niet stilstaan op het dak, bro! Ik kon niet... Ik stop met mijn auto erin in het huis of zo, klem. Oh. Ik kon er niet wegkomen. Oh, wat een trollrace ook weer, joh. Nou, we hebben elkaar een klein beetje geholpen. Maar we hebben elkaar ook... Het scorebord. Totaal niet geholpen. Even kijken wie er eerst staat. Wie staat er eerst in de place? Oké. Sowieso jij niet hoor, Ryan. Hij staat eerste. Jawel, hij is confident dat hij eerste staat. Hij is overtuigd, deze man. Wie staat eerste? Voor mij ben jij eerste, Jan. Wat? Ik heb met 10 punten. Let's go. Ja. Hey, mooi scorebord, Ryan. Goed dat we even hebben gewacht. Dat vind ik wel een goeie. Bedankt over het kijken. Bedankt over het support. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. Check Ryan uit. Check Mike uit. Check Liam uit. En hopelijk ook weer.
tot de volgende keer. Doei. Doei. Bye bye.